Hoe wist je vroeger hoe laat je op moest staan? Ruim 5 eeuwen geleden galmde voor het eerst automatisch spelende muziek door straten, steden en dorpen. Een bijna magisch verschijnsel. De muziek van de torencarillons in kerktorens werd vanaf de 15e eeuw altijd als waarschuwing voor de uurslag gebruikt. Voordat de klokken begonnen te luiden, speelden de klokkentorens eerst nog een melodie. Zo wisten de mensen wanneer ze moesten beginnen met tellen en wisten ze dus altijd hoe laat het was. En deze zingende torens van de Lage Landen laten nog steeds in veel steden hun klanken klinken.